In Andel en in Veen worden op dit moment verschillende huizen doorzocht. De politie is op zoek naar sporen in verband met de Biesbosmoordzaak. In dat natuurgebied werd vorig jaar een man gevonden. Hij was toen al ongeveer een maand dood. Onderzoek in internationale databanken naar wie hij was leverde niets op. Er is zelfs een gezichtsreconstructie gemaakt. De politie heeft inmiddels vastgesteld dat het gaat om een Pool van 32 jaar oud die hier in Nederland woonde. Ik praat erover verder met Willem van Hooydonk van de politie. Ja, meneer van Hooydonk, waarom zoekt u in Andel en in Veen? Ja, we hebben inmiddels aanwijzingen dat we daar mogelijke sporen kunnen vinden. Dus we gaan daar heel uitgebreid sporenonderzoek doen. Dat kan mogelijk wel meerdere dagen gaan duren. Dus we denken dat we daar mogelijk toch meer gaan vinden. Ja, nu gaan er verhalen dat de ex-vriendin van het slachtoffer en ook de nieuwe vriend daar wonen. Dat die ex-vriendin ook verdachte is van het slachtoffer. Wat kunt u daarover zeggen? Ja, daar kan ik op dit moment nog niet op ingaan. We hebben op dit moment niet het voornemen om verdachten aan te gaan houden. We willen eerst een uitgebreid onderzoek doen in die woningen. En daarna zullen we ons opnieuw beraden samen met de officier van justitie om te kijken wat de vervolgstappen zijn. En aanhoudingen zijn dan niet uitgesloten. Maar op dit moment concentreren we ons echt op het vinden van aanwijzingen en sporen. Ja, nu heeft u het als politie over een mogelijke doorbraak. Waarom spreekt u daarover? Nou, we spreken over een doorbraak omdat het destijds nogal wat moeite kostte om de identiteit van deze man te achterhalen. Nou, door een combinatie van een gezichtsreconstructie en verder tactisch onderzoek hebben we zijn identiteit kunnen vaststellen. Dat is overigens al enkele maanden geleden gebeurd. Maar we hebben de afgelopen maanden met name gebruikt om meer over hem te weten te komen. We weten in ieder geval dat hij al enkele jaren in Nederland verbleef. We hebben zijn gangen nagegaan. Nou goed, en dat tactisch onderzoek heeft nu geleid naar die twee woningen en daar hopen we dus meer sporen te vinden. Dat gaat dus inderdaad nog een paar dagen duren. Dank u wel, Willem van Hooydonk.